Peter van der Sluis werkt regelmatig voor nationale en internationale filmfestivals. In zijn vrije tijd doet hij aan live-action roleplaying. En met zijn LARP-vrienden maakt hij regelmatig films en andere dingetjes. Zelf kijkt hij graag naar films over zombies en vampieren. Hij sjouwt dus de hele tijd zijn laptop van zijn computerkamer naar zijn huiskamer. Maakt gebruik van USB-sticks, externe harde schijven, moet DVD's branden. Dat kan zo niet langer. Welkom bij Nederland Snoervrij. Elke week gaan Bas en Suzanne langs bij mensen die nog vastgesnoerd zitten. Het doel? Nederland snoervrij maken. Peter komt niet meer uit zijn huidige situatie. Nou, mijn probleem is dat ik af en toe wel eens gewoon een mediabestand wil kijken op mijn tv. Weet je wel, als ik iets heb opgenomen of gefilmd, dan wil ik graag kunnen zien hoe dat er op een groot scherm uitziet. En ja, dat is altijd zo'n gedoe. Dan moet ik, het staat op mijn laptop natuurlijk, dus dan moet ik het eerst of op cd branden of exporteren. Dat duurt allemaal lang. En het maakt het er niet gezelliger op, zo vanaf de bank. Ja, het zorgt best voor irritatie, want je raakt zo in de knoop met al die snoeren die je dan weer los moet trekken. Mijn hele studeerkamer is dan ineens overhoop, omdat ik mijn laptop los moet halen, maar de schijf los moet halen. Het zijn vaak hele grote bestanden namelijk waar je over spreekt. Die kan je niet op een USB-stickje zetten. Dus mijn hele huis overhoop. Dat is gewoon erg vervelend. En hoe lossen we dit nou op voor Peter? Wat ik graag zou willen is een manier waarop ik de bestanden die ik op mijn pc heb staan gewoon rechtstreeks naar mijn tv kon krijgen zonder te veel gedoe. Nou, hier moet het zijn. Ik ben benieuwd hoe het dit keer weer uitziet. Peter. Hi. Hoi. Suzanne, hi. Nederland Snoervrij. Hallo. Is de monteur? Goeiedag. Hi. Alles Peter. Ervoor. Dankjewel. Hi. We gaan eens even kijken wat voor probleem jij binnen hebt. En of anders het op kan lossen. Nou, dat is heel leuk. Gezellig. Kom binnen. Laat maar zien. Kijk, hier, dit is mijn hele opstelling als ik eens een keer iets op mijn tv wil kijken. Ik zie het al. Mooie tv, mooie computer, maar die kabels, dat is helemaal niet nodig. Anders die heeft oplossing voor jou, dus wij gaan lekker koffie drinken en dan zullen we het zo uitvinden wat het doet. Ik ga ze even voor je aansluiten. Ah, super. Top. Ja. Succes. Dankjewel. Tot straks. Onze technische man in pak haalt eerst alle overbodige kabels, snoeren en andere randapparatuur weg. Pas als alles weg is gehaald, kan hij beginnen met de installatie. En dat is in een mum van tijd gefixt. Ik zie hier zijn computer staan, gewoon in de computerkamer. En als het goed is, kunnen we nu in de huiskamer op zijn tv alle bestanden van zijn computer zien. Dus laten we even gaan kijken. Heren, ga even tussen jullie in. Ik heb de computer gewoon op zijn plek in de computerkamer zien staan. Ik zie hier geen snoeren meer. Het ziet er goed uit. Ja. Anders, wat heb je gedaan? We hebben de LG Media Player geïnstalleerd. Een klein apparaatje wat alle bestanden in je netwerk of van je pc kan afspelen. En dit is het. Het is alleen dat kleine kastje wat daar staat. En je hebt voor de rest niks nodig. Alleen een draadloze internetverbinding. Je hebt een draadloos netwerk in je huis nodig. Dat kastje installeer je. Je maakt connectie met je pc en op die manier kun je je bestanden afspelen op je televisie. Oké, als Peter nu zijn bestanden wil bekijken van zijn notebook, gaan we naar het menu van het apparaat. Daar staat de optie Homelink. Daar klik ik op. Ik zie staan Peter zijn computer. Daar klik ik nogmaals op. Hij heeft inmiddels een aantal mappen gedeeld. Ik ga naar de map van Peter waar zijn foto's in staan. En op het moment dat we daar zijn, kan ik de foto's gaan openen. Handig man. Ja, leuk. Echt relaxed. Ja. Goeie foto. Hoe zit het met de filmbestanden? Nou, ik ga eigenlijk weer naar dezelfde optie van Homelink. Ik kijk eventjes in de map van Peter waar hij de films heeft opgeslagen. In dit geval in Dropbox. We zien hier een filmbestandje staan. Ik klik erop. Hij maakt verbinding. Ah. En de film speelt af. Ja, super. Ja, te gek. En wat hebben we nou bij Peter neergezet? Een draadloze mediastreamer die verbonden is met zijn tv. De mediastreamer maakt via wifi contact met zijn computer en kan zo alle bestanden afspelen op de tv. Ook kan Peter een USB-stick inpluggen in de mediastreamer
en ook deze weer afspelen op zijn tv. Handig voor vakantiefoto's bijvoorbeeld. De computer staat lekker daar, geen kabels meer. Ja, super. Echt veel opgeruimder zo, toch? Top. Ziet er goed uit. Dacht ik ook. Ja.